Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Palazzo. De beste ondernemer van Groningen. Zwanenstraat 15, 17 en 19 in Groningen. Herenstraat Helemaal loop ik vandaag met Erwin ten Hove. Hij is schaatscoach. Jij bent schaatscoach van? Zeg het zelf even. Ik ben schaatscoach van het Beslist.nl Development Team. Ja? Onderdeel van IJskate. Ja. Nou, daar ben ik coach van. Daar ben jij coach van. Ja. Jij coacht? Ik coach. Mannen zoals de gebroeders Mulder, tweeling Mulder, Michel en Ronald. Nou, dat doe ik samen met mijn collega Gerard van Velden. Ja, Gerard van Velden, ja. Natuurlijk. Maar dat doen jullie samen. Dus kort samengevat, ben jij, als ik zeg van Erwin ten Hove, hij is schaatscoach, dat is jouw beroep. Ja. Volledig. Ja, absoluut. Natuurlijk geweldig. Ik bedoel, de straat is natuurlijk actueel. Herenstraat Helemaal. Wij moeten even terugkijken naar een fenomeen. Voor de 7e keer Sven Kramer wereldkampioen. Dan ben je toch een fenomeen. Ja, dan ben je wel een fenomeen. Dan ben je toch een fenomeen. Kijk, in Nederland is het natuurlijk. Nederlanders zijn niet echt trots op hun helden, hè, eigenlijk. Nee. Als je in Amerika Olympisch goud wint, dan kan je de rest van je leven kan je alles verkeerd doen. Je kan overal opgepakt worden en gekke dingen doen en men blijft trots. Maar hier in Nederland zijn we eigenlijk altijd voor de underdog. Ja. Dus er was zo'n Rus. En men wou natuurlijk eigenlijk heel graag dat hij won. Maar toch Sven, hè? Ja, wie wilde dat graag? Nou ja, het publiek kijkt daar toch wel een beetje naar. En die wil dan dat die Juskov eigenlijk het Sven heel moeilijk maakt. Maar die Sven Kramer, hoe je het ook wel of keer, die Sven Kramer is toch eigenlijk gewoon de beste schaatser ooit geboren? Ja, absoluut. Toch? Ja, absoluut. Met alle respect voor al die schaatsers voor die tijd. En natuurlijk kun je dat niet vergelijken, zo'n Aad Schenk in die periode niet. Nou. En noem ze allemaal maar op, Erik Heiden. Maar deze man, het is een Fries, maar ik ben er euforisch over, het is een fenomeen. Ja. En ik denk ook dat we daar ook trots op moeten zijn. Maar we vergeten natuurlijk Irene Wüst ook een beetje. Hè? Dat is misschien nog wel bijzonder eruit. Heeft zilver gehaald, hè? Ja, absoluut. Maar dat is ook niet erg als je een keer net niet wint. Nee. Maar jij zegt het net al, hè? Dat boven het maaiveld. Ik bedoel, Irene Wüst en die Sven Kramer, die steken natuurlijk mijlen ver boven het maaiveld uit. En dan wordt de gunfactor wordt steeds minder, hè? Nou ja, men vindt het mooi om, als er een jonge Noor is of een Rus waar men nog nooit van gehoord heeft en die doet in één keer Sven Kramer een beetje pijn op een afstand, bijvoorbeeld de 1500 of de 500 meter, maar met name de 1500 meter en rechtstreeks duel, dat vinden we prachtig. Maar ook als je naar Erwin Wennemars luistert, die doet dan het commentaar op de radio. Ja. En die zegt dan voor de rit, nou het zou nog wel eens kunnen dat Sven hier niet genoeg aan heeft. Weet je, wat is dat dan? Is dat jaloezie of zo? Nee, dat is cultuur. Men vindt dat mooi. Underdog, vinden ze mooi. Ja, absoluut. Als FC Groningen tegen VV Holwierde speelt, dan vinden ze het prachtig als VV Holwierde daarvan wint. Ja. Toch of niet? Dat vind je ook mooi. Ja. Altijd winnen van de underdog. Ja. Maar ook dat commentaar zo, ik heb er nu ook eens op gelet. En nu zat Ritsma, die zat daar naast zo'n Wennemars. Op een bepaald moment ben ik er ook helemaal klaar mee, Erwin. Waarom? Ja, ik weet het niet. Altijd dat bedweteren en dat alles weten. En die voorspelling die dan toch net weer niet uitkomt. Ja, dat hoort natuurlijk ook al. Ja, maar die mannen moeten ook wat zeggen. Die zitten daar wat. De ene zegt wat minder dan die andere. Ja, dat klopt. Klopt. Af en toe zie ik die Ritsma opzij kijken. Ik denk, moet hij nou alweer? Ja. Hij komt er ook niet tussen. Hè? Hij komt er niet tussen. Nee. Ik denk dat die Ritsma daar niet echt helemaal geschikt voor is. Nou ja. Hij heeft wel een rustige kijk op de zaak. Maar Wennemars die is een spraakwaterval. Daar moet je maar net even de tijd krijgen om daar wat tussen te zeggen. Hey, die ploeg ijskaten, dat ijskate gebeurt. Hè? Ja, ja. Met Juri Solingen en jij doet eigenlijk samen met Juri Solingen. Nou, hoe zit dat nou precies? Nou, je kan ijskaten het beste vergelijken met FC Groningen. Ja? Wij zijn eigenlijk, we hebben een A-selectie, dat is het Beslist.nl, daar zitten Ronald en Michel Mulder in, met Gerard van Velden als hoofdcoach. Dus dat is de A-selectie, ja. Dat is de eerste elftal. Dan heb je een development team, een opleidingsploeg, dat doe ik, we werken nauw samen. Dan hebben we nog een hele jeugdopleiding, maar naast het development team heren sprint, wat ik doe, heb je ook nog een development team dames sprint, met bijvoorbeeld Boven de Werf. Ja. Groningse toch? Groningse, ja. Die ooit begonnen is, en de jeugdopleiding dus, dat zijn kinderen van 12 die dat hele opleidingstraject bij ijskate doen. Ja. Gaan trainen onder schooltijd, hier trainen op Kaddingen.
Ja, en daar is Boven de Werf, daar ben ik ooit eens mee begonnen. Dat was jouw eerste pupil? Ja, samen met Lennart Velema en nog een aantal waren dat de eerste pupillen. En die ze hebben helemaal opgeleid en die beginnen nu aan de deur te kloppen van het internationale circuit. Bo heeft dit jaar hartstikke goed gereden, een wildcups gereden, bijna alle wildcups. Hij rijdt over 2 weken ook nog in Erfurt de wildcup finale. Ja. Nou, en dat is een beetje, dat bestond nog niet in Nederland. Dat zijn wij hier begonnen. Ja. Nou, Henk trouwens filmbeurs, met alle respect voor die voor het meisje, hoe heet ze nog maar? Tessa. Tessa heeft ze geweldig gedaan, maar toch geeft het mij een beetje een rustiger gevoel, Henk. Als jij toch weer gewoon in die bakfiets zit. Weet je, ik krijg daar een bepaalde vorm van rust komt er dan over mij heen. En dan stel ik ook wat meer de juiste vragen. Niet onbelangrijk natuurlijk. Hé, even kijken, wij gaan nog even naar die jongens Mulder toe. Ja, hè? Ja. Die Michel en die Ronald Mulder. Die Michel die dan, dat was natuurlijk onvergetelijk, hè? Die Olympische finale. Ja. Dat maak je maar 1 keer mee. Ja. Hè? Ja. Dat je op een bepaald moment denkt dat je 2 bent en dat je dan toch weer 1 wordt. En zo'n podium helemaal oranje. Jan Smeekers heeft zich even Olympisch kampioen gebaand. Ja, maar het wordt ook steeds maar weer herhaald, hè, dat beeld. Ja. Nou goed, kijk. We hebben het al over Sven en we hebben het over Irene, maar ik bedoel, Michel die begint ook langzaam die staat te krijgen. Ja? Achtereenvolgens wereldkampioen, nou ja, dan nu, dit jaar dan niet. Maar goed, Olympisch kampioen. Kijk, en in de sprint zit alles natuurlijk wel wat dichter bij elkaar. Allround heb je een mannetje of 3-4 waarvan je kan zeggen, nou, die gaan het voor de prijs meerijden met de sprint, WK sprint. Nou ja, dit jaar dan niet met die rust, maar normaal gesproken kan je daar wel 5, 6, 7 kan je opschrijven. Ja. Zeker in Nederland zijn allemaal goede jongens die goed kunnen sprinten en het zit zo dicht op elkaar. En dat Michel daar dan elke keer weer de beste van is, ook echt de beste, ja, dat is bijzonder. Jij gaat dus, we nemen het maandagmiddag op, jij gaat morgen ook mee naar Canada, hè? Ja. Dus zeg maar de boys die de WK hebben gereden, die komen dus terug. Ja. En jullie gaan hier, want Ronald Mulder gaat daar ook naartoe. Ja. En Michel die schaatst dan weer in Erfurt. Nee, je hebt in Calgary in Canada, waar dus nu het WK allround net is geweest, daar heb je aan het eind van het jaar recordwedstrijden. En daar komt eigenlijk de hele internationale schaatstop, die niet nog naar de wildcupfinale gaat daar naartoe. Ja. En probeert daar nog de tijden aan te scherpen. Nou ja, Ronald heeft zich door een blessure dit jaar niet weten te plaatsen voor het internationale circuit. Dus die vliegt morgen samen met nog een heel deel van het besliste, van de beslisploeg. En die probeert daar dus nog een mooie tijd neer te zetten. Ja, die gaat daar misschien wel een aanval doen op het Nederlands record op de 500 meter. Dus dat is, daar kan hij natuurlijk echt nog wat van zijn seizoen maken. Ik heb gisteren nog even gekeken, Henk. Jij niet natuurlijk, maar ik wel. En zo, ik ben natuurlijk een fan van Mats Smeets. Een beetje mijn generatie, is een paar jaar ouder, dat kun je ook wel zien. Maar die had dus een portret gemaakt over Gerard Kemkes. Hè? Ja. Dat was een heel indringend portret van, ik denk over een half uur of zo, dik een half uur. Ja. Maar toen heb ik ook nog even aan jou gedacht, Erwin. Want het beroep van schaatscoach, hè? Ja. Die Gerard heeft natuurlijk een geweldige carrière gehad. Ja. Maar dan, die twee dingen die worden er dan toch weer uitgehaald. Weet je, hij als schaatser met die zogeheten zwabbervoet, dat herinner jij ook nog wel, hè? Ja. Nieuw woord in de Vandalen, zwabbervoet. Ja, ik had er zelf ook last van, En Gerard, hoe die dan reageert op die vraag die Smeets moet stellen natuurlijk over die wissel, die eigenlijk een stukje sporthistorie is dat eigenlijk. Ja, hè? Ja. Want hij zegt zelf ook, van, dat is iets wat altijd maar weer terugkomt. Ja. Ja, kijk, als coach, ik weet, het moment dat het gebeurde, ik zat voor de televisie. Had jij direct door? Ja, meteen. En toen ging het duurde even op televisie voordat ze het door hadden. En toen ging het al heel snel naar een shot van Gerard. En toen dacht ik gelijk, och. Ja? Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Maar aan de andere kant, ja, het is een fout. Het is een fout. Maar had die Kramer er ook direct door? Dat denk ik, nee. Nee, maar die werd gewoon gecoacht, hè? Die werd gewoon doorgecoacht. Nee, je rijdt daar een afstand waarin je daar 25 keer langskomt. En daar heb je echt niet in de smiezen dat je op zo'n split second dat je fout zit. Ik denk dat het hem door de rondjes heen wel is gaan dagen. Maar dat duurde even. Maar goed. Het is een fout en het gebeurt. Hij doet dat met de beste bedoelingen. Maar het mag niet gebeuren, het is gebeurd. Nee, maar je kunt niet zeggen natuurlijk dat het inherent is aan het vak van schaatscoach. Iedere coach maakt natuurlijk wel eens fouten. Ja, ja, dit is natuurlijk een fout. En dat vond ik ook mooi. Smeets zei, Henk, was ook mooi. Smeets zei op een bepaald moment tegen Gerard van, ben je er wel eens wakker door geworden? Dus zei de Kemkes van, nou, 1 keer, wel vaker, ja, dat denk ik ook. Oh, dat denk ik. Man. Nou ja, en het is natuurlijk ook een onderwerp wat
ja, waar je het eigenlijk liever niet over hebt. Maar ja, het is een hele een vraag die iedereen op de lippen brandt. Van, ja, wat, Het is zo'n aardige vent, hè? Het is zo'n vakman. Absoluut. Geweldige kerel. We gaan even terug natuurlijk, want ik moet natuurlijk daar wel even over hebben. Zo met die ploeg van jullie, dat ijskaten. Ja. Want jullie trekken wel aan de bel, hè? Ja. Jullie zijn wel bezig en zo, hè? Ja, absoluut. Er zijn ook op een bepaald moment worden er ook namen genoemd. Irene Wüst is ook genoemd. Ja. Is dat iemand die misschien het volgende seizoen bij jullie schaatst? Ja, dat zit dat erin? Ja, hoe ver zijn jullie daar dan mee? Nou, ja, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Waarom niet? Nou, omdat dat niet gepast is. En ook, in de Herenstraat toch wel? Dat is toch ontspan? Ook niet in de Herenstraat. Nee, maar jullie... Maar het zou kunnen dat misschien Irene Wüst volgend jaar hier ook wel in deze straat loopt. Ja, dat zou kunnen. Kijk, aan het eind van het jaar, we zitten nu in de laatste 3 weken van het schaatsseizoen, dan gaat de schaatsstoelendans beginnen. Nou, de muziek gaat nu vol aan en mensen die goed op een stoel zitten, die blijven zitten, doen niet mee. Nee. Mensen die graag naar een andere stoel willen, die staan op en die beginnen rond te lopen. Maar iedereen wil natuurlijk die Wüst wel in de ploeg, of niet? Nou ja, Wüst is een goeie om in de ploeg te hebben. Had je dat al aanzien komen trouwens, dat die Wüst bij Timmer weg zou gaan? Wat is daar de reden daarvan, denk jij? Klikt er? Was er geen klik? Dat weet ik niet. Dat moet je iedereen zelf vragen. Of Marianne natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, uiteindelijk neemt iedereen de beslissing om daar weg te gaan. Ja. En dat doet ze omdat ze nog de komende jaren een omgeving wil hebben waar ze zich optimaal kan voorbereiden op de Maar ze wil ook met mannen trainen. Precies, ja. Die hebben of zal een flauwekul zijn, denk Dat is geen flauwekul. Nee? Dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Dat heeft zij toen de periode met campus trainen zijn met Kramer en zo. Ja. Dat zijn natuurlijk geen kleine jongens om mee te trainen. Kijk, Irene is een meid die ongelooflijk sterk is en heel veel trainingsarbeid aan kan. En mannen trainen gewoon wat meer, wat harder en daar kan ze heel goed aan op. Dus wat dat betreft kan ik me het wel voorstellen. Maar hoe gaat zoiets aan hebben? Daar zijn we natuurlijk hartstikke belangstellend in. Henk, dat wil jij ook wel even weten. Hoe gaat zoiets dan? Dat gevoel dat je denkt van, hey, verrek, dat contact, leggen jullie dat dan zelf met zo'n Irene Wüst? Dat je denkt van, is niks voor jou om volgend jaar bij ons te schaatsen? Hoe gaat zoiets? Nou ja, kijk, Irene heeft zichzelf op dat moment voor het WK afstanden natuurlijk heel nadrukkelijk in de etalage gezet. Dus, er is geen direct contact met Irene. Daar zijn natuurlijk zaakwaarnemers die ertussen zitten. Ja, en uiteindelijk, de wereld is klein. Dus mensen bellen met elkaar en spreken met elkaar. En IJsker is een van de partijen die met haar spreekt. Maar onder wie zou zij dan moeten trainen? Wie zou dan haar coach zijn bij jullie? Nou ja, IJsker heeft op dit moment een hele grote groep met getalenteerde coaches. Ja? Ik doe sprintmannen. Ja? Gerard doet sprintmannen. Van Velden, ja. Ja, Gerard van Velden. Dus dat lijkt lijkt geen 1-2'tje. Als allrounder moet je wat anders. Nou ja, onder een van de coaches die er nu zit. Wie ben u nou maar? Van der Nalt. Ach, natuurlijk. Natuurlijk. Ik bedoel, was vroeger hoofdcontroleur bij de Eurovoetbal. Precies. Wij zijn aan het filmen. Ja, tot ziens maar weer. Nee. We gaan door. Ik ben er helemaal uit, denk ik. Ja, nou, we hadden het nou over. Gaan we weer. Weet jij het nog? We hadden het over Wüst en het contact leggen. Zie je wat? Ja, wat? Ja, komt erbij, Pim. Anders loop ik terug. Nee, ik kom er niet van. Maar dan al smasselen. We hadden het over Wüst. Ja. We hadden het over Wüst en ijskate. Die combinatie van. Ja. Ja, ook zoiets met zo'n... Ik bedoel, zo'n Kramer. Die heeft, op een bepaald moment heeft hij dus gekozen voor die Jacques-Ori. Ja. Toen stopte de ploeg. En Kemke stopte. Dus toen moest hij op zoek. Dat is natuurlijk anders. Irene is ook heel bewust op zoek. Maar ze heeft nu nog een ploeg. En we zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar die Kramer blijft natuurlijk door dit succes blijft natuurlijk bij deze Ori. Dat lijkt mij wel. Ik zou me verbazen als Kramer na dit seizoen naar een andere ploeg gaat. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dus die Wüst blijft wel de uitdaging. Ook voor IJsskate. Absoluut. Ja. Absoluut. Vol IJsskate Molman. Ja. Precies. Lekker dichtbij. Gronings initiatief, hè? Ja, Gronings initiatief, ja. Dat is wel even belangrijk om te noemen. Jan, gaat goed met jouw vader. Ja, jouw vader was vroeger sponsor van VPZ. Ja, VPZ. Ook een hele bekende naam natuurlijk in de schaatswereld, Henk. VV Olwierde. Was hij voorzitter van, hè? Ja, zeker. Met een halve jongens. We wensen hem heel veel succes in Canada. Hij moet nog even kiezen uit... kiest uit de afstand. Mooi. Ik laat jou kiezen uit de afstand. Ik laat jou kiezen uit de 5 of de 10 kilometer. Voor wat? Nou, gewoon als om naar te kijken. De spanning, de sensatie. Zeker de 5. De 5, ja, die kant op. Even over, jongens. IJsskate, we zijn er nog lang niet vanaf.
En we zijn er trots op ook. Want Scheuvel en Grun, dat gaat heel goud zo.